Brent, je had het 24-14. Lekkere wedstrijd, lekkere stevige potkorfbal. Het was een hele stevige potkorfbal. De scheids liet het ook een beetje toe. Allee, eigenlijk niet toe. Maar daardoor kwamen er een beetje frustraties. En werd het langs beide kanten toch wel bitsig. Maar uiteindelijk hebben we nog de wedstrijd goed binnengehaald. En dat is het belangrijkste natuurlijk. Ja, de leiding was niet zo denderend vanavond. Nee, klopt. Maar dat was langs beide kanten niet. Misschien ook een heel klein beetje onze eigen fout. Want we wilden die wedstrijd binnenhalen. En daardoor waren we soms wat te gretig aan de buitenkant. En dan waren er soms wel, zeg maar, scheidsrechterlijke beslissingen die daar een beetje dubbel konden zijn. Langs beide kanten. Je speelt een goede wedstrijd. We spelen allemaal een goede wedstrijd uiteindelijk. De eerste helft was niet van zo'n goede kwaliteit. Maar het is wel heel knap dat we met het team uiteindelijk nog die 24-14 hebben kunnen neerzetten. Dus dat is trots op het team. Hoe ga je eigenlijk om met die... Met jouw teamgenoten die jou volledig uit concentratie proberen te halen? Probeerde op een beleefde manier mee om te gaan. En als een tijd daar is, dan pakten ze terug. Dus zo gebeurt dat hier in de National Ploeg. Voilà, ik wens je nog veel succes. Dankjewel, hetzelfde.